FC Volendam TV wordt mede mogelijk gemaakt door Waterland Accountants. Hans de Koning, we hebben gespeeld tegen de kampioen eigenlijk, FC Twente. 5-0 verloren. Maar hadden we niet te veel ontzag voor FC Twente? Te lief? Nee, vind ik niet. Ik vind dat wij de eerste kwartier gewoon de kans hebben gehad om een goal te maken. En, als je dat heel objectief ziet, dan komen we door een verkeerde moment van opbouwen met Marcaton aan het uitglijden. Dan staan we organisatorisch niet goed. Dan komen we de 1-0 achter. Ja, en dan staan er 26.000 mensen achter. En er waren drie jongens die hebben zich die hadden de ervaring om daar gespeeld te hebben van onze ploeg. Ja, en dan is het niet makkelijk tegen een hele, hele goede ploeg. En uiteindelijk is het 5-0. Maar als je het eerste kwartiertje ziet, hebben we ons ding kunnen doen. En daarna is het alleen maar tegenhouden geweest. Dus dat is niet ontzag, maar dat is gewoon kwaliteit van de tegenstander. Het ging ook wel erg makkelijk, hè, die tegendoelpunten. Ja, maar dat lijkt dan dat het makkelijk is. Maar als jij Aitor, en Boeren of Friday, aan de linkerkant Espinoza, Brama en Smit, centraal middenveld, met een hele degelijke ervaren achterhoede. Dan is dat voor ons een maatje te groot en dan kan je daar wel heel dramatisch over doen. Maar uiteindelijk is het de wedstrijd die ik kan incalculeren dat je verliest. Ja, en wij hebben daarin een te jonge en onervaren ploeg. Nou, en zo zei je het. En heel vervelend, maar daardoor moet je wel door. En na 4-0, toen zette je Jari Vlak eigenlijk voor het centrale duo. Heb je niet overwogen om dat misschien, om zo te starten? Dat hebben we overwogen. Maar we hebben ook overwogen om zo te spelen met Gerry en Jari op middenveld. En als we in balverlies zouden spelen, dan zouden ze kantelen en een van de twee zou dan voor de verdediging komen te spelen. Maar dat heeft te maken met je buitenspelers. Op een gegeven moment staat dat aardig en dan zie je bij, voor mij staat er 2-0. Dan sta ik Dodeman eventjes te kijken naar het voetbal. En dan is zijn bek is weg en dat zijn hun verantwoordelijkheden. En ja, dat is een kwestie van ballwatching. En uiteindelijk gaat het er dan om, hoe sta je met elkaar? En dat heeft niks te maken, want we spelen al maanden zo, hè, gewoon 1-1. En dan weet je dat je tegen deze ploegen, dat je gewoon in je middenveld, en dan zie je toch dan een beetje ervaring van Kevin Visser, dat je dat wel mist. Al met al een goede les voor Volendam gisteren. Nou, dat sowieso. Maar vergeet niet, hè, want wij brengen Erik dan in. En Erik heeft een jaar niet gespeeld. En dan zie je een stukje ervaring wat hij dan meebrengt, het neerzetten van, hè, ook naar de jonge jongens toe achterin. Ja, dan zie je dat toch wel weer wat heb. En dat is voor jongens zoals wij, hè, net zoals met Ger en met Jai. Dat zijn wel fantastische leermomenten, maar het doet wel heel erg pijn.